Lokale bierbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Een positieve en logische ontwikkeling, zo vindt voorzitter Kleinbrouwerijcollectief Constant Keinemans. We hebben natuurlijk 10 jaar een pilscultuur gehad en we zijn nu echt aan het kijken. Mensen zijn echt op zoek nu naar een vervanger daarin. We zijn dat pils een beetje, ja, zat is misschien een groot woord. De grootste pas is nog steeds bier, gewoon pils. Maar speciaal is echt roeming en opmars. En mensen zijn op zoek naar een uitdaging daarin. Deze trend komt voort uit het bewuste kiezen van de consument. Dat beweert trendwatcher en docent vrije tijdskunde Goof Lukke. De trend is voornamelijk ontstaan voor mijn gevoel in de crisis. In de crisis hebben we echt nagedacht over van waar zijn we mee bezig. Hè? Altijd schaalvergroting en meer. Eigenlijk wilde iedereen weer terug naar het authentieke, het veilige van vroeger. En ook weten waar je voedsel en in dit geval je drank vandaan komt. Dat heeft de lokale opkomst van bierbrouwerijen denk ik wel gestimuleerd. En ze hebben vaak een uniek verhaal en dat is wat de mensen ook aanspreekt in zo'n lokaal biertje. Verwacht wordt dat de opmars van de lokale bierbrouwerijen nog wel even aan zal houden. Nou, de lokale en de pure trend die zien we al heel lang. Hè? En die blijft denk ik ook wel de komende jaren groeien. Als je kijkt naar de opkomst van foodtrucks bijvoorbeeld. Als je kijkt naar succesvolle programma's zoals Boezekjouw en Boezekvrouw. Bijvoorbeeld nu heel ambacht. Hè? Alles weer terug naar het ambachtelijke, het echt maken zelf. Van voedsel en drank, dan denk ik dat dit nog wel een trend is die voorlopig blijft. Maar ondanks dat de populariteit van de lokale bieren is toegenomen, is een brouwerij beginnen geen garantie voor succes. Bierbrouwen is één en bijna iedereen kan bierbrouwen, alleen bier verkopen is toch een heel vak apart.